Na het voorafgaande zult u zich misschien afvragen hoe de kerk er in deze samenleving uitziet. Mijn vader Jaap van Slager komt uit een gezin van 8 kinderen uit het Friese dorp Wons. Hij is de enige van de 8 kinderen die gestudeerd heeft. En ook niet zomaar gestudeerd, maar theologie. Ik zie bij mijn catechisatie die dominee. En daar ben ik altijd nieuwsgierig. En die dominee kon goed uitlezen. Dus hij hield misschien wel in de gaten dat ik wel belangstelling hier voor dat geestelijke kant van de Bijbel. En misschien dat hij zei, jongen, daar moest ik komen op je in. Ja. Dat was een lange waai, maar hij heeft me eigenlijk wel een beetje ongestuurd. Die kant op, ja. Ja. Zij is komen, denk ik. En om niet zomaar dominee te worden, maar dominee in Kameroen. Wij wisten dat, daar hadden we al een schofje van tevoren, dat we wisten dat er bijvoorbeeld naar Kameroen woer. En dat wisten we wel. Dus dat het Safië weer, ja, dat vonden wij. Ja, als je vroeger Safië voortgegaan zijn, dan waren die 7 die weg. Hij vertrok in 1963, samen met zijn vrouw Tini. En ik was toen een baby van 4 maanden. In 1964 werd in Kameroen mijn zus Christa geboren. En 10 jaar later keerden wij definitief terug naar Nederland. Ja, hij is ook zo nieuwsgierig. Maar hij is alles nieuwsgierig en verschrikkelijk nieuwsgierig naar vroeger. Misschien wel het belangrijkste wat mijn vader voor Kameroen heeft gedaan, is het schrijven van een boek over de kerkgeschiedenis van dat land. Les origines de l'église évangélique du Cameroun. Een boek dat een standaardwerk is geworden op de theologische opleidingen in Kameroen. Het is nu de jong in september. We hebben de hele jong werken aan het bandje van Henk en Wiep hun bruiloft. Dat is nog bleekom. En we hebben nog een heel uur de tijd om even met de familie te praten. Af en toe namen mijn ouders met de bandrecorder een bandje op met groeten aan de familie in Nederland. Of om te vertellen hoe het hen ging. Maar de belangrijkste manier om contact te hebben met Nederland was via de brief. Elke week schreef mijn moeder een luchtpostbrief naar Nederland, naar haar ouders in Minnetscha, naar haar zus Ipi, die nog in Minnetscha woonde toen, en naar haar schoonouders in Wons. Toen mijn moeder in 1988 hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was, heeft ze op basis van de wekelijks verstuurde brieven die ze weer terug had gekregen, dagboeken gemaakt. Een dagboek voor mij en mijn zus, elk 2 banden met foto's voorzien, waarin ze vertelt hoe ons leven daar is geweest. Mijn vader schreef de geschiedenis van 150 jaar kerk in Kameroen. En mijn moeder schreef de geschiedenis van ons 10-jarig verblijf daar. Mijn ouders waren trouwens niet de enige die daar zaten. Er waren veel meer Nederlanders. Niet alleen predikanten, maar ook artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, technici, landbouwtechnici. En de meeste werden uitgezonden door de Nederlandse Vormde Kerk vanuit het zendingshuis in Oegstgeest. In de jaren 60, 70, 80 zeker honderden Nederlanders, ouders en hun kinderen. Als ik aan mensen vertel dat mijn vader een zendingspredikant is geweest, dan fronsen sommige mensen hun wenkbrauwen. Ontwikkelingswerk is sowieso niet meer zo vanzelfsprekend als het toen was. Er worden steeds meer vragen bijgesteld. Was het wel zinvol? Was het niet een soort bevoogding? Heeft ontwikkelingswerk sowieso wel zin? Want is het niet water naar de zee dragen? Maakt het mensen niet hulpafhankelijk? Doen de Europeanen of de Nederlanders het niet vooral om hun eigen ego te strelen? Of om schuldgevoel weg te poetsen? En als ik er ook nog bij vertel dat hij als predikant is gegaan, dus om zieltjes te winnen, dan snap ik die fronsende wenkbrauwen wel. Maar toch denk ik dat dat misschien iets te snel geoordeeld is.
En de belangrijkste persoon die dat kan vertellen, dat is mijn vader zelf. Hij is nu 81 jaar. En daarom heb ik besloten, nu hij nog gezond en vitaal is, om samen met mijn zus Christa nog één keer terug te gaan met de camera en daar een film van te maken. Terug naar het land waar wij zijn opgegroeid, mijn zus en ik, het eerste deel van ons leven, waar hij heen ging met een missie. Wat was de betekenis van zijn verblijf daar, voor de mensen daar, en wat was de betekenis van zijn verblijf voor hemzelf en voor onszelf, en misschien wel voor meerdere Nederlanders die daar gezeten hebben. We maken de reis niet alleen. We gaan samen met Jean-Martin, onze oude bediende, en we gaan ook nog samen met Jean-Éric. Oude bediende Jean-Martin klinkt een beetje koloniaal. Maar Jean-Martin was voor Christa en mij een soort grote broer. En we zijn ook heel blij dat we hem terug gaan zien. Jean-Éric is er ook bij. Dat is iemand die voor de kerk gewerkt heeft. En dat is onze gids. En die de reis heeft voorbereid. Heel veel mensen heeft hij benaderd die graag wat willen vertellen over het verblijf van de Nederlanders destijds. De samenwerking en wat het volgens hun gebracht heeft. En misschien wat vonden ze van die groep Nederlanders en van mijn vader. Ik maak deze documentaire in opdracht van Omroep Friesland. Friesland Doc. Uitgezonden moet hij worden op NPO 2. Ergens mei dit jaar waarschijnlijk. En dat is eigenlijk mijn eerste klus voor dit jaar. Voor dit nieuwe jaar 2015. Een drietalige documentaire, Fries, Frans en Nederlands. Dus waarom niet dan ook maar in drie talen nog de beste wensen voor 2015 hierbij. Lok en zijn in het najaar. In donker, alleen maar heel veel poer, zet aan ik die weer de commissie.